chef, moet het nou elke keer zo vroeg? Luister Patrick, die bakker die mag ook vroeg. Dus als die bakker vroeg begint, moeten we ook vroeg beginnen. Heel simpel. Ja, dit is bakker hier in de restjes. En dan steken we er wel elkaar op een pakket van. Buurman. Buurman, hè. Dus met name, ja, van Lagen Sonder. Ja. Dus wat gaan we vanavond doen? Vanaf geen afstand komen we mee. Ja. Even voor de camera. Ja, ja, tuurlijk, dat snap ik, snap ik. Stefan, zijn vader die had een slagerij. En mijn moeder die had een kapsel op. En mijn moeder die begon een kapsel naast de slagerij van Stefan. En zo zijn we eigenlijk heel zorg een beetje samen opgevoed en opgeruid. Ja, zeker. Zijn de scholen. Ja, foto's aan mezelf zelfs kind samen in bad zitten. Ja, dat klopt ja. Dat klopt ja. En Stefan, jij hier, hoeveel jaar in de bakkerij? Dit is mijn 30ste jaar. Ja, serieus? Ja. Dus bij Stefan, jij had 30 jaar aan die bakkerij hier en die, die bak voor je opdrachtjes brood zo'n beetje? Ja, voor een groot deel toch, ja. Deel. Ja, ja, ja. Ja, hoeveel brood bak je per dag? Tussen de 200 en de 400, okay. Ongeveer. Okay. En dan heb je de 40 dagen iets meer. Ja. Dan kan je een keer tot 600 brood zetten per dag. Okay. Dat is niet precies zo heel veel, maar voor een klein bakkerijtje. Ja. Is dat niet weinig? Hoeveel kun je maar weinig? Bij je vieren? Ja. En daarnaast dat is nog je bommels en je koeken en je... Ja, ja, ja. Het hele assortiment. Brood. Brood. Ja, brood, hè. Dus we gaan brood maken en we gaan een kus ook kunnen maken. Dus dat is heel simpel. Moet iemand zijn wat erin zit, hè. Bloem. Ja, ik ga je nog. Bloem. Ja. Gewoon normale bloem. Gewoon normale bloem. Ja. Ik had ook van volkoren meel doen. Ja. Verschil tussen meel en bloem is dat er in meel nog zemeldelen zitten. En in bloem zijn die er allemaal uitgezeefd. Ja. Daarom is hij in principe volkoren gezonder. Iets volkoren, iets gezonder als witbrood. Volkoren is ook het eerste brood waarop wat dat eten. Volkoren moet, ja, dat is het eerste brood dat echt volkoren mag eten. Als er 100% tarwekorrel in zit. Ja, juist. Of hertkorrel of wat voor ding dan ook. Maar dat moet er volledig in zitten. Met kiem en met zemeldelen. Okay. Is dat goed zo? Dus, beetje zout, zeezout, leg me apart. Waarom? Ja, we gaan hier de hest en oplossen. Hè? Hier hest. Ja? De hest. Zout is de vijand van hest. Als je een klein beetje zout hier op doet, ja? Dan smelt dat weg. Ja? Dat is kapot. Zes? Ja, dat zijn levende biertjes. Oké. En die gaan dood van zout. Van suiker bijvoorbeeld. Oké. En dus ben je lekker. Dus we doen een beetje honing. Daar zaten ze mensen aan. Ik vind het ook lekker, hoor. Ja, ik ook wel. Maar suiker ook van je. Ja. Wij hebben water van Elisa. Ja, de boerderij. Met de kaasboerderij. Oh, wat er? Oh, wacht even. Oppas, als je dikje niet doorbreekt, hè. Oh, ja. Zo niet alles de dik aan doen. Hoe is het zo dan? Ja, nog wat meer, hoor. Boter ben er helemaal in. Ja, dat er een klein beetje onder doet. Beetje roomboter. Patrick, hey, met mijn geluid, hè. Dan moet straks weer niet zonder geluid zetten. Hè? Of eventueel olie. Ja? En dan we je naald spannen. Je naald, hou je bij. Hier hebben we die krab op je vast. Ja? Mocht je dikje doorbreken. Die krab is al veel doen, hoor. Ja, dat geeft niet. Die wordt toch veel. Ja. Mocht je dikje doorbreken, dan kan je. Is nog eerst? Ja? De. Ja, is dat post. Dan heb je die kut daar wel. Wat? Het is moeilijk om te doen. Oh ja, ja, ja. Ja. Kom met de koelkast. Ja.
Kijk, nu krijg je een diefje. Ja. Die nog niet. Ja, nee, opzicht. Maar ga je wel weer laten? Ja, maar nu heeft het niet meer. Dat is puur om te kunnen scheppen naar je dikje doorbreekt. Nu komt het kneden. Nou, wat doen ze er nog niet aan? Wat moet ze doen? Het is maar goed dat het programma Wie is de Bakker niet is. Nee. Wie van de drie? Oei. Ik volg me maar hoor. Pak aan die wil? Nee, ik vind het weinig vocht. Oh, helpen. Ja, doe het doen. Hier, oh. Hier gaat ie. Ja. Wat zei je er niet, Wie? Ja, beetje achterhoog, hè. Als je te veel hebt, moet je bloem toevoegen. Dan klopt je receptuur niet meer. Je moet nou gaan als je vroeger zo die hele straten moest doen. Ja, hopen. Wie dan? We zijn 600 van die bruin per dag. Waterval. Ja, dan heb je de tweeën strak, hè. Huh? Dan heb je de tweeën strak, hè. Moet dat er aan? Gewoon even met een plak vervelen. Ja, maar dan moet je knieën, hè. Huh. Je knie wordt die droger. Oké. Patrick, neem ze even op. Ja, echt niet. Huurbouw pakken. Dit duurde ongeveer 10 minuten zo. 10 minuten. Kijk, nou de kwartier zwoegen. Wacht, dan heb ik een klein pakken. Wacht even, die voor jou zijn mooi rond als mij. Wat doe je daar? Zo. Dat is niet zo. Hoe? Een beetje strak, man. Wie doen? Zet. We leggen dat in de nooi. Misschien een beetje het vreemd. Wat? Wat moet je trimmen? Nee, je zit trimmen, maar kan je ook dat trimmen? Ja. Hé, hey, deze is weer mooier. Deze is echt gedaan, hè? Dus hij zegt dat je er een moment van brood te krijgen, dat dat niet meer plakt aan je hand doordat je dat heel vaak doet. Ja. Raar is dat, hè? We plakken het allemaal aan. Ja, raar. Hey, die wel mee is wel mooi gezien van jou, hè? Heb je dat gezien, jongens? Kijk eens. Het is allemaal rood, zeker. Kijk, dit in een plastic zakje. Een half uur, drie kwartier op een warm plekje. Ja, wat is warm? Dat is de, voor de kachel, die de kachel. Of zelfs ja, okay, in een oven van even op 30 graden zet. Maar dan heb je er nog in die rijstoven of hoeveel graden is dat? Het staat 28 graden. Dus 28. Ja, oké. Okay. Maar het is natuurlijk nooit 28 graden dus. Nee, dat is een beetje weer, maar het is voor de kachel zet. En je kan af en toe een keer draaien, zo. Ja, oké. Okay. En dan sta je voor aan de meester zeggen van tussen. Kan je hem bijvoorbeeld ook in een oven zetten op 28 graden? Ja, dan moet je de oven natuurlijk wel heel laag. Ja, heel laag zetten. En dan moet je er een vochtige doek op zetten. Dus eerst de vochtige doek en dan de plastic zak. Oké. Dan blust die vocht. Oké. Okay. Vochtige doek, plastic zak. Onze riskassa is natuurlijk niet alleen warm, die is ook vochtig. Ja, tuurlijk. Maar die doek gaat er eerst op en dan die zak, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Nee. Zo zie je geen koffie drinken willen bakken. Ja, dan mag je koffie halen. Drie kwartier later. Wat? Is die voor erin? Doe dat met hem zo tennis met, dan plakt hij niet. Oké. Okay. Dan ga je die in twee delen. Dat hoeft niet precies. Juist. Klein beetje ontvasten, noem maar dat. Niet echt helemaal. Dan ga je hem. Dan ga je het model van maken. De spier doen. Een beetje terugstrakken, zoals je. Zie? Ja, oké. Okay. Kan je droog naar bakken zijn dat makkelijk is. Ja.
Vroeger zijn ze altijd, als je niks meer kan, kan je altijd wakker worden. Maar. Dat is ook wel helemaal niet. Nee, inderdaad. Daar staan je broer. Ah, ik kan hem maar mooi rond nog. Kijk. Ja, is goed. Wat? Die heb ik toch niet meer nodig? Dus die kan hier wel voor gebruiken. Dat zou erom. Nou, een netje erover spannen. Maar hij is echt zo'n laarnetje, of niet? Dat is echt nodig. Ja, serieus? Ja. Oké. Okay. Oh. Hier. Maar daar is er, dan moet je niet de mooie kant naar boven leggen. Of niet? Had hij nog strak gerezen? Waarom draag je niet? Want ik had er beter in de andere kant boven, dat is toch veel mooier? Had hij nog strak gerezen? Ja? Ik heb mijn mom. Oh ja. Dan ja. De mooie kant boven. Ja, ik snap het. Ik snap het. Die had ook weer terug in de rij. Zak je zo eruit? Ja. Dan heb je het al spannen. Dan valt het al lucht uit. En dan heb je straks zo'n brood. Dat weet ik niet. Bij al die smaken heb je dat het wat je zelf wil. Dus, een klein beetje twintig hierna, dat ding niet echt kalt. Dus, dan lijkt het wel rustig zo. Dus, dat kan je niet. Maar je hebt dat druk, want het is gewoon echt droog gezien. Mensen wat uit. Het is gewoon echt droog gezien. Ik wil niet echt op de druk. Ja, als je lekker moet, helemaal in elkaar. Ja, maar dan zal dat weer zien. Ja. Ja, ik weet het. Ik natuurlijk wat anders van staan. Hey, je vader zei net dat je links hier. Ja, ze zijn allemaal links, ja. Boven hier. Ja. Yes. Dat is klaar, hè, hoor. Dat is het resultaat. Ja, geweldig. Mooi broertje. Kijk, terug, hè. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het echt een hele ervaring, Stefan. Het was echt leuk. Ja, stom, hè. Ja, vergeten, ja. Hé, hey, maar... Mijn handen zo lang naar Rudy. We gaan bij Rudy en bij Ben. We gaan een bruine bonensoep maken. Ja. En dan brengen we ze naar de voedselbank. Om die mensen, die vrijwilligers, daar ook een beetje hard onder de riem te steken. Ja, goeie initiatief. Dus mag ik deze meenemen? Ja. Ja, geweldig. Nou, meer mee, toch? Wat is voor mannen 15, dus is dat genoeg? Is dat genoeg? Ja, prima. Ja. Dankjewel, Stefan. Ja. Helemaal geweldig. Dankjewel. Geweldig. Ja. Jongens, we zijn hier bij Termont en Thomas. En dat is het bedrijf van Ben. En Ben, ja, we kennen elkaar al jaren. En dit is Heidi. En Ben zegt, ja, ik wil niet op de camera, dus ja. Moet Heidi maar een beetje praten. Dus bij deze. Maar jij bent hier, je zit op kantoor hier, of niet? Ik werk hier inmiddels 3 jaar en ik doe hier eigenlijk van alles en nog wat. Van kwaliteit tot inkoop, verkoop, telefoon opnemen, ja, eigenlijk van alles. Ja hoor. Ja, en echt als rechterhand van Ben. Oké, okay. Ja. En hoe ziet zo'n jaar eruit hier? Ik bedoel, in de zomer is het waarschijnlijk heel druk. Zomers is het heel druk en ik had wel eens gedacht van, oh, er zullen vast ook wat rustigere periodes zijn, maar dat is niet meer zo. Want we schonen tegenwoordig ook heel veel peulvrucht uit buitenland. Dus voor heel veel verschillende partijen komen er hier. Nou, we hebben hier witte bonen uit Frankrijk staan. Kikkererwten. Van de week hebben we zwarte bonen uit Myanmar geschoond. Vanuit alle hoeken en gaten komen er, zeg maar, peulvruchten. En wij schonen die en dan gaan ze weer naar de klanten. Oké, okay. Maar schonen. Wat schonen dan? Ja, nou, droog schonen. Dus we zorgen dat alle peultjes eruit gehaald worden. Dat de stokjes eruit worden gehaald. Stenen. Vorige week hebben we uit een partij van Myanmar een hele mooie soort van kunststof parel gevonden. Ja, dat was waarschijnlijk van iemand die daar de zak heeft opgezakt. Ja. Die hebben wij dan weer gesneden en wij schonen ze dan. Maar we hebben ook een aantal kleursorteerders staan en dan een x-ray om met name de stenen eruit te halen. En om echt op kleur te sorteren, dus dat de zwarte ook echt zwart zijn en de rode ook echt rood. Oké, okay, en dan is zo'n big bag en die is dan gesorteerd? En dan gaat hij weer terug in de big bag of verpakken jullie ook? En we verpakken ook. Klein verpakken tot 25 of 20 kilo. Ja, oké. Okay. Maar meer kleiner dan dat is dan. Klein verpakking doen we niet. Nee. En dan haal ik weer terug naar?
Eigenlijk heel divers, door heel Europa ook weer. Naar Denemarken, veel naar de Nederlandse conserven, hak, korroos, ja, van alles en nog wat. Hey, en, want het schijnt hier dus, Zeef Vlaanderen schijnt dus enorm goed te zijn voor bruine bonen. Hè? Dat klopt, dat klopt, ja. Ja, dat is een combinatie van het weer en het, de grond. En de zeelucht waarschijnlijk. En de zeelucht, klopt. Ja. En daarmee ook de meer zonuren dan dat er in de rest van Nederland zit. Okay. En dat is ideaal voor die bruine bonen. Ja, maar je zegt, het komt van over heel de wereld nu, die bonen. Ja. Hey? Maar ik neem aan dat zomers wel van hier van het land afkomt. Ja, zeker, zeker. Ja, en wat hebben ze hier dan nog? Bruine bonen? Bruine bonen, kapucijners. Ja. Maar tegenwoordig doen we ook rode bonen, zwarte bonen. Okay. We hebben een proef met pinto bonen gehad, kikkererwten. Ja, we proberen gewoon alles. Ja, graag. Nou ja, ik ken toevallig, we waren vorige week bij Jorien op de Kienstee, de boerderij. Mm-hmm. Ja. En dan gingen we bruine bonen taart maken. Ja. En ik stond er eigenlijk versteld van, dat die smaak van die taart was dat is eigenlijk bijna marsepein, hè? Dat is bijna amandelspijs, hè? Ja, dat klopt. Ik maak hier regelmatig, als er klanten komen, maak ik regelmatig zwarte bonen brownie. Ja. Ook om te laten zien wat je met het product kunt doen. In principe een super goedkope manier om amandelspijs te maken. Klopt, klopt. En dan, daarom, maar als je van die maquetstaven, die liggen in de supermarkt. Ja. En die wordt dan verkocht voor €1,50. En dan denken we, nee, hoe kan dat nou? Nou, dan moet je achter op het pakje kijken. Ja, dat is mijn bonen waarschijnlijk. Klopt. Dat is niet aan mijn amandels. Nee. Ja, zie je wel. Ja, dat dacht ik al. Klopt. Ja, want er zijn van die dingen, dan denk je, nou, dat kan toch niet? Ja, als wij amandelspijs kopen en dan gaan we daar desserts van maken. Zeker. Heet dat? Nee, de staven bij de Lidl's en bij de Aldi's, dan moet je gewoon eventjes op de achterkant van het pak kijken. Ja, juist. Ja. Juist. Ja. Maar het was wel, ik moet wel zeggen, we hebben dan die bonentaart gemaakt. En ik had er ook nooit zo eigenlijk over nagedacht, maar het was wel ontzettend lekker. Ja. Het was echt lekker. Ja, en het vult heel goed. Ja. Dus je krijgt een hele mooie structuur. Ik vind dat met die zwarte bonen brownies die ik dus regelmatig maak, vind ik ook. En de smaak is gewoon hartstikke goed. En gezond. Zeker. Ja toch? Zeker. Ook niet onbelangrijk, belangrijk, hè? Klopt. Nou, en dan gaan we straks gaan we naar met Rudy. En Rudy is een oude chef van mij, van vroeger, van school. Dat begreep ik, ja. Ja, leuk, dat begreep ik, ja. En Toby is een zoon, die werkt bij ons in het restaurant. Ja. Dus gaan we straks, dan gaan we weer met die bruine bonen. Ja, goed, dan hebben we bruine bonen taart. En dan gaan we weer met bruine bonen soep. En die gaan we dan straks uitdelen aan de voedselbank. Heel goed. De vrijwilligers van de voedselbank. En we zijn vanmorgen om 6 uur zijn we al warm op bij de bakker. We zijn met brood gebakken. Dus het is een lang dag. Ja. Maar, ja, ik vind het superleuk om hier te zijn en om dit een keer te laten zien ook aan de mensen. Ja. Want mensen staan er niet bij stil, hè? Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Realiseren niet inderdaad van, oh, dat gebeurt hier. En ook gewoon zo kort bij huis. Dat is ook Oh, gebeurt dat hier allemaal? Maar ja, je rijdt hier langs en dan zie je een paar van die loodsen staan. Klopt. En dan denk je, god ja, maar dan is er toch wel iets heel erg groots hierachter. Ja, zeker. En vooral ook gewoon een team wat je er echt ook wel bij nodig hebt, net als jij eigenlijk. Jawel. Gespecialiseerde mensen. Tuurlijk. Vanaf weten en goed snappen hoe die pulvruchten in elkaar zitten. Ja. En daardoor juist ook goed die machines ook kunnen bedienen. Dus ja, want dat kan niet anders. Hè? En net als die machines, hè? Bouw je dat zelf? Of is dat, Een deel bouwen we zelf. We hebben Don Tru, jou mogelijk wel bekend van Donald en Truus. Donald die maakt hier heel veel dingen zelf. Maar de meeste grote machines die komen hier, halen we uit delen van de wereld. Oké, maar Donald die ontwerpt het allemaal, niet? Klopt, dat is onze technische man. De ingenieur. Die maakt alle kooien en die maakt alle afwerken. Dus die zorgt dat de transportbanden goed lopen en zo. Dus, super lieve meester, hè? Ja, hartstikke leuk. Oh, zulke lieve meester. Ja, absoluut. Ja. Nee, Truus is mijn grote vriendin. Ja, hè? Ja, geweldig, hè? Ja, helemaal leuk. Nou ja, goed, we gaan aan de slag, hè? Dus ik ga met Rudy Hank soep maken. Dus ik ga jullie straks allemaal een kommetje soep geven. Ja, we zijn heel benieuwd. Kom je ook goed. Ik ben wel benieuwd om Rudy bezig te zien. Hé, hey Rudy, kan je hier dan nog? Nee? Kan je hier nog koken? Ik ben Oké. Okay. Daar zijn we weer. Hey. Ja jongens, dit is Rudy. En Rudy die is chauffeur hier. Hè? Dat klopt, dat klopt. Mont en Thomas. Ik mag de producten, de grondstoffen aanbrengen en wegbrengen. Ja. Dus een job gelijk een ander, maar gevarieerd. Gevarieerd. Maar zeg, het is niet altijd van A naar B. Het is, regelmatig een keer een nieuw adres. Hij vertelde net dat de bonen van over heel de wereld komen. Hè, ja, ik moest niet overal zijn afgenomen, dat niet, maar de meeste worden gebracht. Ja. Zeker van ver af. Maar de bruine bonen die komen eigenlijk enkel uit Zeeuws-Vlaanderen en die maak ik wel bijna allemaal zijn afgenomen aan de boeren het zijn die brengen. Van Zeeuws-Vlaanderen en Zeeland trouwens, niet enkel Zeeuws-Vlaanderen. Vanuit heel Zeeland komen ze naar hier toe.
Ja, en dat is het. Wanneer we een bonus om de gewone soep van maken. Kijk, kijk, kijk. Okay. Wat is het eigen product? Ja, eigen streek. Ja, en weet je, het is iemand vertellen wat ik moet doen. Heel vroeg om mezelf. Ja, maar tijden veranderen. Tijden veranderen. Het gewoon niet meevallen om dat om je de les te lezen. Op dit gebied toch niet. Rudy was vroeger mijn chef op school en dat is eigenlijk wel een leuk verhaal. Ook een aansteker. Dat was een backup, hè? Rudy was mijn chef op school en dat is wel een leuk verhaal. We hadden in Brugge. Hè? Ja. En wat is dit kool, hè? Ja, ja. Is niet hier doen. Prima. We zaten in Brugge op school en er zat zo'n 1500 man, hè? Zoiets? Ja, ja, ja. Ja. Porrolanders. Niet te veel Hollanders, maar een porrolanders ook. Ja. 15, volgens mij wel 15. Nou, juist. Zoiets ongeveer. Zeker niet meer. Dat zat in de bus, de maandag en de vrijdag. Die zaten in de bus. En dat was altijd wel gezellig, joh. Hebben we al een hele dag gebod met die baas? Ja, dat was een competitiestrijd tussen. Ja, ja, we wouden ons eigenlijk niet laten ondersneeuwen. We gaan warm met mijn 15 tegen een paar duizend baas. En dat ging dikwijls goed hoor. Het ging ook wel een keer goed. Ja, maar nee, je moest wel een keer voor je eigen opkomen. Oh wel, echt zware mot. Nee. Proberen dat meestal wel in de minute te schikken, zullen we zeggen. Dat ging best wel juist lekker. Ik weet nog wel, maar hier zat toen hier zat het laatste jaar volgens mij. Ja, dat is ook het. Ja. Ik heb allemaal zo'n ontmoetje, ik was een jaar of 14 denk ik. Ja, juist. Ja, maar dat komt pas op in. Ik ben nooit weer mee geroeid, maar... Maar ja, dat was inderdaad welke wat mooi. Ik ken hem, die ding kan ik me goed herinneren. Wel, ding kan ik herinneren van dat het goed... Nee, van dingen altijd goed ging tussen Hollanders en Belgen. Ik kon er echt, echt met veel plezier op terugkijken, hoor. Ja, en ik weet ook nog goed, jongen. Ik kwam terug van de Marvel. En dan kwamen we daar in Belgen en dan moest je eerst in de rij gaan staan en dan moest je vinger weer opsteken. Ja. En dat soort... Moest je naar Noorsburg niet? Nee. Echt niet? Nee, oh, ik heb nooit in Noorsburg gezeten, nee. Nee, dat was toen de Marvel, dat heb je maar niet nodig. Nee, nee, nee. En dan 2-2 naar binnen. En stel het in, en rechter stond, als de leraar binnenkwam, rechter stond dat hij zei, je mag gaan zitten, dan mogen we pas gaan zitten. God, en dan stonden we in die rij. En dat er één stond te praten, hè? Ja, 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 wanneer? Oh, ik ben zo weer net vandaag. Ah, achteraf kun je dan maar lachen. We doen mijn cijfers zoveel leuten niet, hè? Dat klopt, nee, dat klopt. Ja, ja. Echt zoveel leuten niet. Slecht, daarom precies, mocht ik het opnieuw mogen kiezen, dan denk ik precies hetzelfde. Ja, ik ook. Ik denk. Ja, hoor. Bij Jant. Even iets over de soep. Ik heb hier een pannen met bouillon staan. Ja. En in die pannen met bouillon heb ik net van die varkensknuisjes gehoord. Juist. Twee varkenspootjes. Juist. En dit is een beetje rookspek. Oké. Om die rooksmaak aan te geven. Oké, man. En die de hadden, hè. Dan laten we gewoon alles af je spruttelen. Kijk. En dan heb ik hier een procureur. Ja, dat is eigenlijk gewoon een soort nekstuk, hè. Ja, man. Kan werken. Oké. Ja. Prachtig. En die procureur, dat is wel belangrijk. Als je dat doet, die moet wel gepekeld zijn. Oké. Dat zie je ook aan dat vlees, hè. Kijk. Dat vlees dat in het zout liggen. Kijk, en er zit al zo'n randje rond, zie je dat? En dat is gewoon dat dat meer in de pekel moet leggen. En dat is gewoon dat zout wat daarin werkt, hè. Oké, oké. Dat heb je wel nodig. Want dat geeft een extra kracht aan je soep, hè. Just. Een beetje een flauwe hap, hè. Ja. Dat gaat er allemaal, hè. En dan hebben we intussen dan een jun. Ja. Jun, een koolselder. En gewone selderie en prei. We kunnen wat kruiden mee en wat specerijen, maar dat doen we straks. Just. Dus dat is eigenlijk de basis van je soep, hè. Just. En dan hebben we hier... Die ding, die boon, die van je drift. Aha. Die boon, die is gewikt. Want ik heb gezegd van tegen Ben, ik zei luister. Je moet dat even een nacht van tevoren wikken. Ja, dan moet je inderdaad 24 uur of 12 uur, hoe lang ja, moet dat? 12 uur. 12 uur ook genoeg? Uur. Okay. Ja, dat een nachtje in de week staat. Juist. We zijn nog even WTV gewikt. Dat ging niet. En die gooi je daar in de soep? Juist. Kom Patrick, zet het ook in. Mooie bloemen. Ja, van Nijgen ben ik de goeie. Van Nijgen. Ja, dan ben je gewoon die gelezen en op alles gecontroleerd in ieder geval. Elke boon, stuk voor stuk, gaat dat worden die geschoond. Natuurlijk, in gigantische snelheid natuurlijk, maar die moet elke boon moet gecontroleerd worden. Net als op de reclame vroeger van de pinda's. Ja. Elke boon moet een stempel krijgen, als het ware. Ja, we zien hier ook met die machines hier allemaal. Ja, juist. Maar, die machine is eigenlijk precies hetzelfde als je koffer door de scanner gaat op de... Voilà. Van buiten van binnen weten precies wat erin zit. Ja, en dat is met die boeren bijna hetzelfde.
Dat verplicht ook natuurlijk, maar stel voor dat er een steen in zit of wat schimmel in zit, dat moet niet. Nee. Dat kun je in de soep nog niet verkopen, maar ook in de pot niet. Nee, 9 van de 10 worden allemaal door de meesten gegeten, zelfs door de beesten. Dus de beesten moeten ook voor dierenvoeding, dus die afval, moet ook allemaal gecontroleerd worden. Ja, die alvenboeren die aan de rut komen, na het schoon. Die moet ook natuurlijk schimmel vriezen en van andere steen ondansen en van... Vanzelf. Kan je die boom daarmee gooien? Want de basis was gewoon bouillon, Edwin. Ja, en varkensbouillon. Kijk, we draaien natuurlijk allemaal in voorraad. Ja, dat begrijp ik. Voor de mensen dus, in principe, bij je knusjes werkt. En je werkt met je procureur die afgepekeld is, dat is eigenlijk bedoeld. Dus je gaat ook gewoon dan met water opzetten. Just. Nee, dus dat is lekker. Dat gepekelde vlees, kun je dat gewoon met de slager bestellen? Of, ja, of gewoon met de slager bestellen. Oké, juist. Ja. Dan draai je gewoon met de slager. Ja. Okay, en dan heb je altijd voorraad. Weet je, kun je erbij gooien? Mag ik erbij? Ja hoor. Dus Jun, een knolselder. En een beetje blikselder. De blik mag erop bij? Ja, mag erop bij. Gewoon rof, he, toch? Gewoon rof. Was dat? Dat is geen brunoise, was dat nou weer? Brunoise? Nee, dat is geen brunoise, toch? Nee, dat is... Hoe noem je dat? Ja, ik weet het ook niet, meer. Rof is nee, hou. Dat is ook van die leerlingen in de keuken, hè? Ja. Keukenterm. Ja. Dan staat Tom te kijken naar mijn zoon. Ja, maar nee. Want Tom die had nog haar weten waarschijnlijk. Tom, ja, die weet het. Wel. Tom weet het wel. Maar ja, pas op, hé. Dat is 40 jaar geleden. Ja, inderdaad. Maar dan moet je nou. Dan moet je nou, maar. Soms denk ik me nog, soms voel ik me nog 20. Trouwens hangt die verhalen van jongeren. Soms handel je ook nog als een 20-jarige, hoor. Amets. En dat is een positieve zin, hoor. Dat is een positieve zin, want ik het worden. Hoor. Uit redelijk direct bron kan ik dat vernemen. Ja, want het is wel leuk, jongens, om te weten. Rudy is een zoon, hè, Toby. Die werkt ook bij ons in de keuken. Ja. En Rudy is een vrouw, hè. Klopt, Jeanette. Ja. Die werkt ook bij ons. Ja. Hey? Dat klopt. Met veel plezier. En dan hoor ik de verhalen, denk ik, als ik het hier staan. Dat hier staat. En dan denk ik, oh, dat kriebelt, jong. Dan kriebelt het af en toe. Oh, wat vind ik dat. Die prachtigste verhaal. Ja, echt wel. Bijzonder. Van alles mochten. Ja, nou van alles niet, maar toch van sommige smeuïge dingen toch. Ja, leuk. Voilà. En dat kriebelt wel, echt wel. Dan krijg ik daar weer zin in. Maar ik ken 30 jaar geleden zat ik ook nog in het vak. En dan ben ik een keer een jaar... Het hoor ik ook nog gewoon een jaar bij mijn vader gewerkt. Destijds was de zaakje nog van mijn vader. Mijn vader was dan mede fermant. Ja. Ondertussen is die man ook al lang overleden. Dus al van mijn broer, van Ben. Ja. En ik kon een jaar bij mijn vader gaan werken. En dan ga ik mijn eigen oriënteren naar waar ik verder ga. Of in Filipijnen of in het buitenland. In de horeca. Het is 30 jaar verder. Ik zit hier nog. Ja. Dus. Maar je bent hier nou een Ja, op een cruiseschip. Ja, en een half jaar in de Caribbean, vanaf thuishaven Miami, rond Cuba. Een wekelijkse cruise was dat. Prachtige dit. Maar dat was ook wel aan de bak, want dan moest je ook 7 dagen werken. Ontbijt, lunch, ja. met avondeten en midnight buffet. Buffet. Je was niet voor zitten, hoor. Nee. 40. Dat was eigenlijk ook 7 op 7 werken. 7 op 7. Ja. 40 nationaliteiten aan boord, qua aan personeel. Ja. Ongekend. Allemaal voordeel. Ja hoor, prachtig dit. Mooie vrouw? Het was geen loveboat hoor, dat viel niet. Nee, het was ook echt vrouwen en mannen gescheiden. We zaten in de bediening, daar en er was enkel maar man. Gewoon geen vrouw. Ja, maar niet, op dat gebied niet. Ik kon lekker biertje drinken, we zeiden, kijk klaar, want tussen vlug, hou even tussen deur. Maar voor de rest was het maar heel gewoon. En in New York dat was eigenlijk nog een mooie ervaring. Dat was ook een beleving. New York, 6 jaar ook in de bediening gestaan in een Iers restaurant. Een Iers restaurant in New York, ja. Ik was nog nooit verder geweest. Een jaar. Ik was nooit verder geweest aan het dorp verlaten.
En dan word je gedropt als, toen was ik 20. 20 jaar en dan word je gedropt als 20 jaar in New York. Dan hou je nog op, hoor. Mooi, hè, toch. Dat was een beleving. Ja, dat is over. Hey, even tussendoor. Ja. Carvel, Lavas en Peter Schwely. Ja, daar. Kijk, die groeten zitten er nog maar in. En dan was het even een dingetje. Met de specerijen. Moet dan niet mee. Ah, het maar, juist. Ja. Hey, hoe? Hier een mooie soep zonder sapbal. Allee, jong. Ja. Dus eerst een beetje paprika poeier. Een gewoon rode paprika. Gewoon rode paprika poeier. Witte peper. Ja. Oké, okay, lekker. Kurkuma. Wat is dat? Hey. Ja, dat is kruiden. Dat ik heb die kruidenfabriek. Peperkoeken. Peperkoeken, juist. Peperkoeken. Hey, ken ik helemaal niet. En poeiervorm. Kurkuma. Curry. Curry, joh, dat kennen we wel. Okay. Ja. Dat is allemaal belangrijk dat dat erin gaat, want dat is allemaal geen ondersmaak. Komijn? Tuurlijk, komijn, ja. Oké. Kurkuma? Ja, juist. Voor kleur ook, hè? Dat is heel gezond, hè, kurkuma. Allee, jong. Ja. Oké. Okay. Dat heeft ook mooie kleur dan straks. Ja, dat is en oregano? Oregano. Wat gaat daar allemaal in? Een lap. En dan brengen we dat ding aan de kook, hè? En dan moet dat even opstaan. Aha. Dan doen we bijna een hier een filmpje, dan gaan we er een bakje koffie in. Oké. Okay. Terugkomen in zoekwaren. Allee. Hey. Mooi, ja. Lekker, hè? Mooi, ja, dat ziet eruit. Van een, ja, dat moet smaken. Ja, dat moet even. Ja, dat kan niet anders, toch? Dat kan niet anders, hè? Dat kan niet anders. Ja, die geven me dan straks aan de vrijwilligers van de voedselbank. Geweldig. Nee, en die krijgen dan een kommetje soep van ons. Kijk. Om die mensen een beetje hard onder de riem te steken. Ah, wanneer? Nee. Ah, mooi. Maar dat nog echt wel even ja, dat moet wel even een uurtje opstaan. Ja, dat moet nog een beetje hard, hè? Ja, als dat nog staat, gaan we er. Ja, gaan we even wat eten. Perfect. Even wat eten, even wat drinken. Perfect. En dan. Kijk, Remme. Ja, bedankt. Dag, Roet. Moet er binnen de witte verstoren naar het praat zitten, want dat praat altijd een beetje. Wat een klein muziek mee. Ja, maar Ben, je moet er al even mee komen. Okay. Dan, jongens, dit is Ben. En Ben is de grote baas van het bedrijf hier. Ik mag de lijn uitzetten. Ja. Wordt van mij verwacht trouwens ook, hoor, dat ik de lijn uitzet. Ja. En de ene keer dat beter als namelijk. En wie gaat ook eens, ze lusten niet altijd. Ik weet dat dat zit, maar ze ja, die van. Doe een keer wat ik wil, wat ik graag zo zie. Die pak is wel genoeg, je bent groot genoeg. Ja, dat, ja. Maar joh, op een gegeven moment, als je 40 jaar zit, dan zeggen ze, joh, lust het er maar niet meer op. Want dat is zoveel onzin uitgekramd, dat schiet er helemaal niet meer op. Ja, maar goed, als het meer is, dan lusten ze allemaal wel. Ja, want, toch? Het is natuurlijk een prachtige groep en het is een mooi product om mee te werken. Het is gewoon echt leuk. Ja, we hebben dan net de soep opgezet. Dus, zo Rudy net even nog een beetje oude dingen opgehaald van school. Ja. En dus die staan nog te koken. Ja. We moeten even een uurtje koken. Ja. En bij staat dat kookt, dan gaan we er even van eten. Goed zo. Ja. Nou Rudy, we zitten er weer in. Mooi. Dus ik ken die knuisjes, die heb ik er vast even uitgehaald, want die zijn natuurlijk een bot, hè. Ja. Die kan niet mixen, hè. Ja, gewoon niet hier kunnen we zo dat vlees afpellen. En dan gaan we straks weer in de soep, hè. Ja. En dan heb ik de grote mixer meegenomen. Leuk. En, hop maar op de draad. Wat van alles erin zit. Dat vlees en al dat lachje. Ja, ook dat vlees, heel die bazaar. En dan gaan we gewoon mixen. Oké. Okay. Ja. Oh, dat valt mee. Ja, is het. Dan zeggen ze altijd dat je, dat is bij hertjes ook zo, hè. Dat je daar je lepel in recht kan zetten. Ja. Dat is goed, hè. Ja, dat is een plastic lepel, maar ik weet niet of dat... Helemaal. Ja, maar nee. Dat bedoel ik. Kijk. Ja, ik ken hem eens. Ik ken hem eens nog. Ik ben zo op mijn lippeltjes. Oh. Lekker, hè. Mooi vind dat. Heerlijk. Ja, he. Oh. Dus dat is echt zo'n wintersoep. Inderdaad. Dan moet je de winter eten. En dan met een boterham erbij, dan heb je een uur later geen honger. Hoor. Dan heb je geen honger. Ja, dat is degelijke kost. Ja, he. Heerlijk. En dus allemaal uit de buurt. Allemaal uit de buurt. Allemaal uit de buurt. Dus dat was het ermee.
Klasse, netjes. Netjes. Dankjewel. Merci, Matt. Dus we hebben nog vanmorgen gedaan. We zijn om 6 uur naar de bakker gegaan en we zijn brood gebakken als dit. Ja. Ja. En brood, hè? En dat brood, dat hebben we gebakken en dan gaan we daarna hebben we de soep gemaakt. Mm-hmm. En die soep die hebben we dan op de boerderij gemaakt. En dan hebben we met Brun de Boon gemaakt. Zeeuwse Brun de Boon. En die hebben we weer meegenomen. Om weer een beetje hard onder de riem te steken, want de kerstdagen komen eraan natuurlijk. En het zou wel druk worden waarschijnlijk. Hier is ook een verdeelpunt. En dan hebben we er een in Roosburg, Breisjes, Raardenburg. En dan Hulst. Maar je doet ze hier inpakken? Maar hier doen we alles, ja. Dus dit is bijvoorbeeld hier een pakket? Dit is één pakket. Yes. Die zwarte zijn voor prijsjes. Dus voor ja, okay. De deuren met de kruis. Ja. Okay, ja. En dit is dan voor een gezin van? Van 0 tot 3 personen. Okay. En dan van 4 tot 6 krijgen ze 2 pakketten. En meer krijgen ze 3 pakketten. Dan krijg je wel dat het verkeerde kinderen zijn? Ja. Dan krijg je de kinderen niet af. Ja, heel veel. En dat doen we wel extra dingen doen met Sinterklaas. Bijvoorbeeld om de stichting die daar ja, een Sinterklaas cadeau. Het is allemaal nieuw. Dat is wel leuk, want meestal is gebreid en zo. En dan hebben we verjaardagsdozen. Dus dan kan al die kinderen hun verjaardag zijn. Geboortedatums. En dan krijgen ze een doos en dan kunnen ze dan op school uitdelen. De vlaggetjes in, alles om een feestje te vieren, zou ik maar zeggen. En een klein cadeautje. En om uit te delen op school, dus dat is ook op zijn hartstikke leuk. Super. Dus misschien worden we wel op met de kersttoeristen weer van de organisatie die dat wel doen. Dus, ja. Mooi werk. Hè? Ja. Dat wordt van 50 euro tot 50 euro. Maar het is onderbouwd, hè. Er zijn de criteria, ze worden door het maatschappelijk werk aangemeld. Dus het is gewoon echt zo. Ja, ja, ja. En dan zeggen ze, ja, mensen maken misbruik. Dan denk ik, ja, dat denk ik bijna dat dat niet kan. Ja. En kijk, toen ik ermee begon, deed ik dat zelf, maar daar was ik niet geschikt voor. Moet ik herkennen dat je sommige dingen niet geschikt was. Nee. Want ik vond het altijd zielig en kom maar. Maar ja, op een gegeven moment was het zo. Kan niet eerder, kan nee, het liep de spuigaten uit natuurlijk. En toen hebben we contact opgenomen met de gemeente van ja, kunnen jullie bij iets krijgen. Maar jullie bestrijken dus in principe heel West-Zeeland. Heel Zeeland. Heel Zeeland, alles. Eigenlijk. Ja. 3 dingen in het. En dan even voldoende? Of kom je kort? Ja, dat is meer tijden. Een paar weken terug was die helemaal leeg. Toen dacht ik, nou, van de week kunnen we niet uitdelen. En dan, ja, dan komt er toch die andere voedselbanken zelf om elkaar natuurlijk aan. Ja, natuurlijk. En dan, ja, dan staat het weer vrij vol. Ja, of de producten nou allemaal, ja, dan zeg ik het liefst groente, fruit, dat soort dingen, hè. Het liefst hebben. Maar ja, dat is niet realistisch, denk ik. Nee, dat klopt. Dus fijn, maar in ieder geval zijn nog maar een kommetje soep van. Ja, ze vond allemaal heel lekker. Ik hoop dat we een beetje warme gevoel van krijgen. Ja, dat, zeker. Ja. Absoluut. We gaan weer verder. Yes. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Ja, en, kom helemaal goed. Maar dan misschien wel leuk en misschien de meeste oproepen. Kunnen ze ook iets doneren? Kunnen ze ook iets doneren? Ja, dat kan altijd. Oké, dus jongens, iedereen doneren aan de voedselbank. Maar ook gewoon spulletjes komen brengen, zijn we alles blij. Ja?